In Bed Met wordt mede mogelijk gemaakt door Kings and Queens Bed Collection. Rijnstraat 429 Den Bosch. Welkom in de slaapkamer van Remco de Vaan. Wie, oh wie, is vandaag zijn bedpartner? Welkom bij In Bed Met. Wekelijks ontvang ik leuke, uiteenlopende en eigenlijk ook wel normale gasten. Want wat zijn ze eigenlijk normaal? Vandaag bij mij in bed Ben François. Goedemorgen. Je ligt ook echt helemaal, hè? Als je zegt in bed. In bed doe ik twee dingen. Slapen en tv kijken. Ja? Ja. En je ligt er ook echt helemaal bij van na een dag werken. De meeste gasten die gaan zo heel geforceerd zo zitten van nou vooruit, dan lig ik in naar bed. En jij gaat er gewoon helemaal zo bij liggen. Ik wil. Ik ga naar bed met. Ik ga iets dichterbij zitten, dat is voor de camera's iets makkelijker. Geen probleem. Ligt comfortabel zo? Ik lig heerlijk. Ligt fantastisch. Ja. Echt. Ik heb jou uitgenodigd. Ik denk ik ga toch eens even met die man in bed liggen. Ja. Want Ben François, ik denk dat velen jou hier wel kennen in Den Bosch en de omgeving. Ja. Wat doet Ben François allemaal? Ben François is vader. Ben François is voice-over. Ben François is discjockey. Ben François is presentator. En Ben François die maakt ook nog. Werkt gewoon 40 uur per week. 40 uur? Ja. Beperkt zich dat ook tot 40 uur? Nee, nooit. Ja. Ik heb gewoon een baan van 40 uur en daarnaast heb ik dan nog mijn presentatiewerk, lekker bij overwerk en ach jongen, ik wil slaap op rijk. Verschrikkelijk. Ja, dat kom je altijd tegen op feestjes en op menig cd-presentatie. Ja. Er is eigenlijk mijn grote passie. Ja. Het presenteren, het radio maken, het voice-overwerk enzovoort. Daar ligt eigenlijk mijn grote passie. Alleen. Ja, goed, het zijn er zoveel die dat kunnen en die dat willen. En dat ik ook zoiets heb van, als ik nou echt aan de bedelstaf wil raken, dan moet ik daar mijn werk van gaan maken. Ja. Ja, want er is eigenlijk geen fatsoenlijk droog brood in te verdienen. Nee. Ja, en je bent ingeschreven bij stemmenbureaus en weet ik veel wat allemaal niet meer. En mystery shoppers en weet ik veel wat. Nou, er komt geen hond. Nee, maar als ze jouw stem horen, dan horen ze al, hé, dat is François. Maar als ze mijn stem horen, dan zeggen ze, ben jij dat? Ja, dat ben ik. Ja, dat zou een slechte mystery shopper zijn. Echt, maar ik heb 100.000 keer gehoord, wat heb je een mooie stem, daar moet je wat mee doen. Ik denk van, zou eens moeten weten. Ja. Een goede vriend van me, die begint al in te vullen. Je kent hem misschien, Charles van Veen. Ja. Ja, de fotograaf. En daar ga ik heel veel mee om. We gaan Charlie's ook heel Place. Veel met Charlie's Place. Heel veel met z'n tweeën weg. De Bosse showbiz fotograaf. Ja, het is echt een beetje de Joop Vertellingen van Den Bosch aan het worden. Ja, ja. En dan zegt hij, wat heb jij een mooie stem. En dan begint hij al van, daar zou ik wat mee moeten doen. Dat is met z'n tweeën de grote gein. Want ja, ik hoor het wel. Ja. Maar er is nog nooit ook professioneel, tussen aanhalingstekens. Ik heb natuurlijk wel het een en ander professioneel gedaan, maar niet dat je echt zegt van jongens, daar kan ik nou dik vet mijn boterham mee verdienen. Dus nee. Blijven we aanmodderen zoals we nu kut, bezig zijn. Het is kut, hè? Het is gewoon kut. Ja, met DT. Laten we gewoon zeggen zoals het is. Ja, ik denk zeker de hoek waar je in zit, dat het gewoon heel moeilijk is. Ja, het is leuk. Ja, als ik op dit moment alle beloftes die me gedaan zijn in één keer mag inlossen. Ja, nou, dan hoef ik al nooit meer te werken, want dan ben ik iedere avond uit eten. Ja. Tot aan mijn dood. En ik denk dat ik dan ook een behoorlijke wagen rij. Ja. En ik denk dat mijn portemonnee ook redelijk gevuld is. Ja. Ja. En ik heb sowieso een waanzinnige baan. Ja, maar dat zijn loze beloftes. Maar ben je dan teleurgesteld? Oh, nee hoor. Absoluut niet. Nee, absoluut. Volgens mij vind je het ook allemaal wel prima. Ja hoor. Het zijn hele wijze lessen geweest. Ja. Ja. En op een gegeven moment heb je zoiets van, dan kom je op een punt aan dat je denkt van ja, het is goed. En nou probeer ik gewoon jonge gasten ervoor te waarschuwen van joh, laat je niks aanlullen. Trap niet overal in. Laat je niet gek maken enzovoort. Ja, want 9 van de 10 dingen komen gewoon niet uit. Nee. Ja, dus, en dat heb ik aan de lijf mogen meemaken. Heel vervelend, maar
Het is wel zo. Hey Ben, jij bent als 10-jarig jongetje begonnen volgens mij met draaien van plaatjes, of ja, niet? Klopt. Vertel eens hoe daarvoor dat is gegaan. Nou, in Amsterdam. Ik ben geboren in Amsterdam. En daar ben ik geboren in de Pijp. En vanuit daar zijn we doorverhuisd naar de Kuiperstraat bij het Haarlemmermeerstation. En daar stond ik tegenover Paragon. Ja, ja. Dat zegt jou niks, maar dat was een carbonfabriek. En daar zaten we op drie hoog achter, zoals ik al zei. En daar was ik al een discjockey bezig. En dan het publiek, de werknemers van Paragon daar aan de overkant, dat was mijn publiek. Ja. Daar stond ik voor te draaien. Ja, en daar had ik ook al als klein mannetje had ik dan een zo'n pick-upje, weet je wel, je dekseltje van af kon doen. Ja. Dat was dan ook tevens het speakertje. Ja, en daar draaide dan mijn plaatjes en daar stond ik mee te zingen en mee te blaren en luchtgitaar te spelen. En ja, dat stond ik ze al aan en af te kondigen. Dus Ben stond toen al een beetje in de belangstelling. Ja, wat dat betreft ben ik wel een beetje een exhibitionist. Ja. Ja. Ik mag daar... Je vond het niet eng om jezelf te laten zien? Nee hoor, nee, absoluut niet. Ja, ik wil niet zeggen dat ik de ultieme natte droom heb nagestreefd, maar nee, ik zet me voor een vol Ajax-stadion en ik lul net zo makkelijk. Maar zet me op 3 meter hoogte en ben van zwaar is nergens meer. Nee, ja, dus het is een broek? Ja, absoluut. Ja, alle kleuren. Hoogtevrees? Ja, verschrikkelijk. Ja, op een latere leeftijd ook gekomen. We hadden vrienden wonen in een flatgebouw, 6 hoog. En ik liep langs die reling en op een gegeven moment leek het alsof ik naar beneden toe getrokken werd. En vanaf die tijd heb ik iets met hoogte. Daarvoor nooit gelast gehad, niks. Nooit. Maar nu, echt, als ik in een diepbord met soep kijk, dan diepbord met soep. Ja, sorry waar ik zeg. Hey, maar jij bent een Amsterdammer. Mm-hmm. Hoe ben je Brabant verzeld? Mijn vader die was vertegenwoordiger bij een heel groot soep, koffie en cacao-bedrijf. Mag ik de naam noemen? Of? Ja hoor. Ja, bij Nestlé en Maggi. Ja. Die kreeg ze het rion toebedeeld van Brabant, Zeeland, Limburg. Nou, toen waren de snelwegen nog niet zoals het nu was. Ja, de Maasroute was toen nog 2 baans enzovoort. Dus de Zeelandroute, dat moest je binnen doorrijden. Dus ja, we gingen naar Brabant verhuizen. Ja. En zo ben ik hier gekomen met mijn 12e. Daarvoor hebben we nog een tripje gemaakt naar Toronto, waar we een tijdje hebben gezeten. En je bent toen gaan wonen in? Waalwijk. Waalwijk. Ja. Ja. En nog steeds? Nog steeds. Ja, ik heb een huis gekocht. Mijn kinderen wonen daar. Dus ja, nee, daar zal ik ook wel doodgaan ook. Ik vind het prima. Nooit de behoefte gehad om terug te gaan naar de grote nee, stad? Nee, oh, verre van dat. Nee, als ik in Amsterdam ben, dan ben ik een toerist in mijn eigen stad. Nee hoor, geen enkele behoefte aan. Laat mij lekker... Ik zeg ook altijd, ik ben veel meer Brabander als menig Brabander. Ja. Ja, Brabant gaat me echt aan. Ik wist eigenlijk ook niet in eerste instantie. Ik had nooit gedacht dat jij uit Amsterdam zou komen. Ik heb niet zo'n grote bek. Nee. Nou, ja. Nou, dat weet ik niet. Maar nee, maar ik vind jou wel heel Brabant. Ja, ik hoor wel iets aan jouw stem. Maar ja, goed, die is natuurlijk behoorlijk getraind wel. Maar dat zeg ik. Ik heb veel meer met Brabant dan dat ik als dat ik ooit op dit moment nog met Amsterdam zou krijgen. Als 12-jarig jongetje kwam je in Waalwijk terecht, of als manneke. Ja. Hoe is dat gegaan met die muziek? Je draaide plaatjes. Oh, scheert. Ging elke week voor de winkel zitten om een singeltje nou, te kopen? Nou, dat sowieso. Ja, ik was wel altijd, het was toen nog de top 40. Ja. Ja, die kwam wekelijks uit, dus wekelijks werd die gehaald. Er waren 2 platenzaken in Waalwijk. Eén was Frans de Kok en één was Crescendo. Ja, ja. Dus nou, daar kon je dan je plaatjes halen. Of singeltjes. Je singeltjes. En bij toen Crescendo nog wel veel verkocht, een korting. Ja, dat was wat. Ja, dus nou, daar ging ik mijn singles halen natuurlijk. Franse Kok, prima. Ja, maar Crescendo was in het centrum van Waalwijk. En ik kreeg dat 10% korting. En nou ja, als je dan al van echt je spaarcentjes één singeltje per week kan kopen. Ja, dan kost een singeltje toen? Ik geloof 2 gulden zoveel. Ja. Moest je toen voor sparen? Daar moest ik toen voor sparen. Ja. Ja, daar had ik echt zoiets. En dan was het. Dan moest je nog een keuze maken tussen de Beatles en de Rolling Stones. Ik vond ze alle 2 even goed. Ja, dus was het echt zoiets van. Wat koop ik nou deze week weer? Ja. Ja, van lieverlee breid je dat uit. Ja, en dan ga je werken voor. Toen de tijd de Pit, jongerencentrum de Pit. Dat was gevestigd in het oude ziekenhuis. En dan moest ik om 10:30 's avonds thuis zijn. Ja, was ik een jaar of 14.
Zo. Ja, en dan was het 11 uur en dan kon ik nog niet stoppen met draaien. En ik denk, oh, wat er. Voor 2 colaatjes denk ik, krijg ik weer op mijn flikker thuis, weet je. Want ik, god, wat moet ik nou weer? Had ik nog wat geld over en dan ging ik naar Louietje op het Vredesplein in Waalwijk. Dat was een snackbar. Ja. En dan kocht ik 2 kroketten. Ja, of 2 slaatjes, al naar gelang mijn budget het toeliet. En dan kwam ik thuis en dan zei ik, ja, maar het was zo druk bij Louietje. Ik had geen reet te doen. Maar dan had ik in ieder geval weer kroketten bij. Dan kreeg ik die op mijn flikker, weet je wel. Kon ik een half uurtje langer draaien. Ja, geweldig. En zo daar vandaan kom je dan op een gegeven moment, ja, dan kom je in een disco-wereldje terecht. En dan ga je in Spanje draaien, vakantieadressen draaien. En ja, maar hoe is dat dan doorgestoten eigenlijk? Als je kijkt van plaatselijk in Waalwijk, in het jongerencentrum naar... Ja, gevraagd. Ja. Ja, op een gegeven moment, via heel raar, maar via een Duitser. Die een Duits radioprogramma had en een eigen kroeg had in Spanje. En vanuit daar had hij weer, want dat kan hier in Nederland niet meer, daar wel, had hij zijn eigen zendtijd gekocht op Radio Uldicona. Ja. Gert Mugai heette de man. Ja. Uldicona. Dus, en die had iedere dag 2 uur, geloof behalve zondag, nam hij in het vakantieseizoen 2 uur voor zijn rekening. En dan had hij Dam Estrella Dorada en allerlei foute zaken had hij daar als adverteerders. Ja, van die foute Duitsers die gevlucht zijn, weet je wel. En dat jij ook je... Daar zat ik bij. Ja, en toen dat op een gegeven moment die radiobaas vroeg van, joh, zou je het niet leuk vinden om zo'nzelfde programma te maken, maar dan voor de Nederlanders? Ja, vind ik hartstikke leuk. Maar ik ga niet zelf mijn reclamespots werven. Nee, dat was er niet nodig. Dus ik kreeg ook geen 2 uur, maar ik kreeg maar 1 uur. Ja. Nou, vanuit daar was het eigenlijk heel makkelijk naar Red Poppy. Ja, dat was de eerste discotheek in het plaatselijke vissersdorpje. En dat was echt een gat, dat stelde geen moer voor. Maar Red Poppy was toen de tijd een redelijk moderne discotheek. Met terras buiten en schuimkanonnen en al die flauwekul. En dat draaide ik. En dan, ja joh, dan ging ik mijn singeltjes ging inkopen. Zo'n raar wereldje. Ging inkopen bij de ouders van Frank Verkooyen. Ja. Op de Haagdijk, want die hadden een waanzinnige import. Ja, allemaal uit de havens van Antwerpen enzovoort. En daar kocht ik echt karrevrachten vol met LP's en die gingen allemaal mee naar Spanje. En dat is ook doorbreken dat die gozer in Spanje. En die liet ik daar ook in Spanje. Want dat waren zijn maxi-singles. Die had ik natuurlijk wel op een cassettebandje gezet. Maar dat waren zijn maxi-singles. En ja, zo rol je dan in feite in het draaien. En dan krijg je een Radio Alpha en van Radio Alpha wordt het... Radio Royal en van Radio Royal wordt het Radio Maastad en van Radio Maastad wordt het Radio Paritas in België en van Paritas kom je weer terug en dan ga je legaal draaien bij Radio ja, weet ik veel, Vlug op de Kut en nou zit ik bij al sinds jaar en dag bij RTV Midden-Brabant. Ja, ja, want daar heb jij nou wekelijks je programma, toch? Ja. Zaterdagochtend, ik heb alle dagen zo'n beetje gehad, vrijdagavond, met jeugdvoetbal en maar ja, goed, door het presenteren was het weer, dat ging dan weer niet, want dan moest je of kiezen voor de radio maken of voor de presentaties. En dan koos ik voor de presentaties, ook omdat daar mijn portemonnee gewoon beter van werkt. Ja. En, maar wat is jouw band met de artiesten die jij hebt? Je hebt natuurlijk vaak artiesten in je programma, je staat op menig cd-presentaties, mm-hmm. Hoe is dat zo ontstaan met die artiesten? Ja, weet je, dus ik denk, je moet een artiest niks beloven. En dan kom ik weer terug op het punt waar we het net over hadden. Mij is zelf al zoveel beloofd. Ja. Ja. Dus ik kan een artiest ook niks beloven. Ik kan zijn plaatje draaien, ik kan hem wat airplay geven, ik kan zijn cd-presentatie aan elkaar praten. Maar ik kan hem geen hit bezorgen. Nee. Ja? Dus als je die artiest gewoon blijft behandelen zoals je zelf niet behandeld wil worden, blijf je dus heel menselijk tegenover die artiest. Ja. En kan je ook altijd eerlijk en oprecht blijven naar ze. Maar je kent natuurlijk wel een beetje de wegen. Oh ja, de wegen ken ik. Dat is het probleem. Er zijn ook best wel artiesten bij die zeggen van, zou jij wat voor me willen pluggen enzovoort enzovoort. Tuurlijk wil ik dat, geen enkel probleem. Ja. Ja? En dan stuur ik je cd'tje door je mp3'tje naar een paar honderd radiostations. En dat doe ik met liefde en plezier, maar meer doe ik niet. Nee, maar je bent wel echt een radioman, hè? Ja. Ja. Hoe belangrijk is radio nu nog om een hit te creëren? Ja, ik denk dat het toch wel heel belangrijk is, hoor. Ja? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je hebt natuurlijk de iTunes op dit moment. Maar ja. Ik denk als je... stel,
je schakelt alle radio's uit. Ja. Alles. Het is gewoon een complete radiostilte, je hoort alleen maar ruis. Ik zou helemaal gek worden. Ik zou echt binnen een paar dagen Herman Brood achteraan gaan ja? van het Hilton. Ja, ik zou echt helemaal lijp worden. Echt, geen radio, niemand die plaatjes draait, niemand die... Dan kijk je toch televisie? Aanhoud. Nee, of tv, dat is zo'n oppervlakkig media. Nee, ja, denk, vind je dat? Ja, ik heb niks met tv. Nou ja, goed, ze moeten ze al sowieso, moeten ze iedere programma, ja, hoe noem je dat... Die mensen die films inkopen en series inkopen ja. en weet ik veel wat, ja, die moeten ze A, direct nu en masse oppakken en richting Siberië toesturen. Ja, want? Ja, het is al bagger wat er op die tv komt. Laten we nou toch eerlijk zijn. Nou, we noemen ze voorbeeld. Wat vind je bagger? Nou, ik alles. Noem maar op. Of het nou, zal ik even beginnen? Ja. Ja met je ster op het ijs. Of, ja, met je sterretje op het ijs. Ja? Ja. Nou, verschrikkelijk. Ja, sterren springen. Dat is nog veel erger. Het zijn allemaal van die low-budget programma's. Ja? The Voice gaat, maar is veel te veel uitgemolken. Ja, ja? Daar ben ik mee eens. Bloed, zweet en tranen. Ja, nou je. Okay. Ze zullen vast wel zijn vragen van, goh, Ben, moet ik er aan meedoen of niet? Ja. Wat zeg jij dan? Weet ik veel. Ja. Het is jouw zangcarrière, niet de mijne. Nou. Ja, zou jij er aan meedoen, Ben? Nee, nooit. Nou, weet je maar ik kreeg ook een uitnodiging om voor de Tilburgse kermis naar Hilversum 3 toe te komen. Om daar proef te draaien op een ochtend. Ik denk dat ik achterlijk ben. Dat ik naar Hilversum toe ga om daar proef te draaien voor de Tilburgse kermis. Jongens, ja. Alsjeblieft. Dat is leuk, maar dat ga ik dus echt niet doen. Nee. Doe ik niet. Niet dat ik me daar te goed voor voel. Ja, maar heb het allemaal al een keer gezien. Ja. Nou, weet je wat ik zou zeggen, zeker aan mensen die aan een tv-programma meedoen? Ik zou zeggen van, je doet niet mee aan talentenjacht, je doet mee aan een tv-programma. En dat is het verschil. Ja, het gaat niet om de zang namelijk. Nee. Ja. En met alle respect voor de mensen, ja, maar als ik dan een jury zie van Roxanne Hazes, en Danny de Munk, ja, en Dreke Hazes en een Gerard Joling, ja, dan denk ik, nou, laten we eens even kijken wat die gasten hebben gepresteerd. Roxanne. Ik weet het niet hoor, volgens mij niks. Heeft nog geen deuk in een pakje boter gezongen? Nou, Dree ook niet. Nou, dankjewel. Het keer Dree ook speelt niet. Hij heeft nou zijn cd uit. Ja, en opeens noemt hij zich André Hazes in plaats van Dreeke Hazes, omdat zijn naam André is. Ja. Ja, en heeft hij een cd uit Mijn Vriend. Ja, ja goed. Jongens, iedere studio, ze kunnen mij ook laten zingen hoor, een beetje studio. En dat wil je echt niet horen. Als ik zing, nog niet onder de douche. Nee. Ja. Dan heb je Danny de Munk, ja. Prima musicalzanger, ja, maar in het Nederlandse hitwezen heeft hij natuurlijk bitter weinig bereikt. Dus de enige vakkundige, in mijn ogen, vakkundig jurylid. Ja, Joling heeft toch wel heel wat hits hoor. Op zijn ja, maar ja. Was ook Joling. Ja. Dat is in mijn ogen de enige vakkundige die daar zat. Daar kun je toch geen artiesten mee. Die artiesten die Nederland willen veroveren. Artiesten die eenzelfde status willen bereiken als de toppers. Die graag in een Amsterdam Arena staan en bla 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 bla. Die volle podia's willen hebben. Die ook graag het Ziggo Dome willen vullen in Amsterdam. Of voor mij part het FC Den Bosch stadion hier. Ja? Zou ook leuk zijn. Ja toch, ja. Daar staan die mensen voor. Maar hoe kan je dan door drie mensen beoordeeld worden die zelf nog nooit... Ja, Siske de Rat met krijgt toch allemaal de kleren. Dan heb ik zoiets van, jongens, toen ze Tutankhamon opgroeven, toen had hij een perkamentrol op zijn buik, daar stond dat nummer op geschreven. Zo oud is het al. Ja. Ja, en die jongen die teert er nog steeds op. Ja. Als musicalzanger. Nou, hij heeft zo'n mooi liedje, zo. Ja. Hij kan wel zingen. Hij kan absoluut zingen. Maar daarmee betreed je nog niet het Nederlandse hitwezen. Nee. Ja, want hoe krijg ik Ben François met een mond vol tanden te staan? Want volgens mij praat jij je overal heel makkelijk uit. Ja. Ja, het is mijn vak, hè. Ja. Hoe krijg je mij met een mond vol tanden? Nou. Bluff jij je er wel eens uit? Ja, oh, wel eens. Goh, Remco. Op dagelijkse basis. Ja. Op dagelijkse basis. Ja, vertel eens. Ja, met alles. Ja, dat en dat ben je vergeten. Ja. Ja.
Nee, het stond niet in mijn telefoon, dus ik kan het niet vergeten zijn. Dan heb ik het wel in mijn telefoon gezet. Ja? Nou, toch hadden we dat afgesproken. Ja, dat zal wel niet belangrijk zijn geweest. Dat staat niet bij mijn telefoon. Ja. Nou, die telefoon die zegt niks terug, maar die krijgt wel de schuld. Ja. Ja, terwijl ik ben, en weet ik het goed dat ik het vergeten ben. Ja, die jongen die nu al weken, echt weken shirt om zijn jingles. Ja. En iedere keer blijft de man even vriendelijk van: Ben, heb je misschien nog aan mijn gedachten? Ik heb mijn telefoon en dan zie ik een kruisje weg. Man gaat bellen: oh, heb je weer die shirt? Maar waarom zeg je dan niet gewoon: krijg de kleren? Ik wil het wel doen, ja, maar ik heb er geen tijd voor. En dat heb ik al een paar keer ook tegen hem gezegd. En hij accepteert het. Ja. Hij laat zich elke keer gewoon heel makkelijk afschepen. Ja, ja, dat is natuurlijk ja, misschien de zwakte van hem. Maar is ook een beetje mijn sterke punt om te weten wie zwak is of wie niet. Ja, kijk, kom Noor Roosman en die zegt: ben ik even vanavond, heb ik een jingle nodig voor 6 uur. Ik zeg: nou, dat doe ik even voor, jongen. Ik ben hier toch, daar. Want waarom zei dat? Ja, Nol is natuurlijk een man van een heel ander kaliber. Ja, wat voor kaliber dan? Ik heb respect voor Nol. Want? Voor alles wat hij heeft gedaan, voor alles wat hij heeft bereikt. En Nol is eigenlijk ook een man met een hele vlotte, hele rappe babbel. Ja. Ben, waar ligt jouw emotie? Waar ligt jouw kwetsbare kant? Hoogte? Ik ben een janker, hoor. Ja? Ben jij emotioneel echt, mens? Ja, ik ben heel erg emotioneel. Ik kan janken om mijn scheet. Oneerlijkheid. Oneerlijkheid en onterecht bekritiseerd worden. Krijg je me helemaal plat mee. Ja? Ja. Beschuldigingen uiten die of niet waar zijn, ja, of die ik niet kan weerleggen. Ja, dus beschuldigingen achter je rug, de nodige steken in je rug en bla 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 bla. Ben ik vlug klaar met je. En wat dat betreft, ja, ik ben er ook altijd heel eerlijk. Ik heb laatst zelfs een aanvaring gehad met Lex. Ja. Ja. Ja, Lex is van hetzelfde hout gesneden als ik. Dat praten we dan uit en dan gaat het weer goed. Maar dat is dan even heftig. Dat botst eventjes. Ja, zijn jullie van hetzelfde? Want hij heeft daar op jouw plek gelegen. Meen je dat nou? Ja. Dan ga ik weg. Nee. nou stap ik op. Nee. Lex, ja, nee, maar... Zijn jullie een beetje rivalen van elkaar? Nee, verder van dat. Nee, verder van dat. We zijn natuurlijk wel op presentatiegebied goede collega's. Ja? En dat heb ik hetzelfde als met Geert Harding. Goede collega. Ik wil me niet vergelijken met een Ivo Franklin, want die staat natuurlijk al hoger op de trap. Je hebt natuurlijk een waanzinnig programma op dit moment. De top is van Oranje. Ja, echt. Niels ken ik eigenlijk niet zo goed. Vind ik ook een beetje een vlakke presentator, moet ik je eerlijk Niels? Zeggen. Ja, van Hart voor Muziek. Oh, hoe heet hij? Moet ik even denken hoor, Niels. Ik weet wie jij bedoelt. Ja? Een beetje blonde vlak, jongen. Ja, een beetje vlak, een beetje clean. Ja? Ja. Weinig emotie. Lex en ik daarentegen, dat zijn echt... Ik denk dat hij gewoon een ander soort programma zou moeten doen. Kijk, hij komt volgens mij ook van die kant van... Van een beetje dat puzzeltijd en die RTL-programma's. Volgens mij heeft hij die ook nog gedaan. En meer een beetje van dat studio-programma's. Ja, Nol die heeft toch ook... Nol die heeft die stofzuigers op tv verkocht. Nou, en goed ook nog. Ja, die heeft dat jaren gedaan. Ja, ja. Daar ken ik hem ook van, hoor. Van, ja, echt waar? Ja, stond hij weer te springen. En niet als Bad Brother? Ja, toen kwam ik ze tegen. Ik denk, frek, ik ken jou. Ja. Ja, en dan ga je met elkaar zitten praten, de Bad Brothers. Ik zei, ja, maar je hebt zo'n bekende kop, man. Ja, Telcel of Telecel, weet ik van wat het is. Ja, RTL Shop, destijds. Ja, och, verrek, nogal logisch. Ja, daar is hij. Dat is hem. Die irritante man. Ja, die stofzuiger. Ja. Ja, dus, maar hij verkocht ze wel als broodjes. Ja, maar hij kan heel goed lullen. Ja. En daar had hij zijn geld mee verdiend. Vandaar ook het respect voor de man. Ja. Ja, ook niet te broert om wat te doen, ook niet te broert om wat beter te pakken. Ook niet te broert om een keer flink onderuit te gaan. Top ook niet te beroerd om een flinke hoop shit over zich heen te krijgen. Ja? En dan gewoon weer het oude, bekende Hollandse spreekwoord, lukt door het emergo, ik worstel en kom boven. En iedere keer weer met je kop boven het maaiveld uitkomen en iedere keer weer de risico's nemen. Ik bewonder dat. Dat meen ik echt, dat bewonder ik. Nou, hij heeft al wel behoorlijk wat tegenslagen gehad. Ja, en als je dan toch iedere keer weer
ergens instapt, toch weer. Ja, het zijn altijd risicovolle dingen. Ja. Kijk, je kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen van jongens, bekijk het maar, doei, ik ga auto's verkopen en je weet gewoon, ja, per jaar worden er zoveel Volkswagens verkocht of Opels of Mercedes'en of BMW's. Ja, en er is een product, dat moet je nog wel aan de man brengen, maar dat verkoopt zichzelf. Ja, een tv-station oprichten, een politieke partij oprichten, ja, is heel wat anders daarentegen. Want jongens, hel en verdoemenis wordt over maar even aan. Ja, ja, hel en verdoemenis wordt over je uitgeroepen. Ja, en nou is hij weer met zijn bossen volkspartij. Dan denk ik, ja. En je volgt het wel allemaal, hè? Ja, tuurlijk. Ja, dat vind je leuk? Ja. Ja. Ja, het is iemand die... Kijk, je hebt mensen die spelen het heel safe. Die zeggen, oké, ik doe dit en dat is het. En dat blijft zo lang volhouden als het kan. Nou, die ligt er nou tegenover je. Ja? Ben jij ook zo? Ja, ik ben de man van weinig risico's. Dan moet ik je ook zeggen, ik heb nooit de financiën gehad om risico's te nemen. Als je op een gegeven moment ergens een oude sok hebt waar nog wat in zit. Ja, en je kan dan een bepaald risico nemen zonder dat je gezin daarmee gelijk teniet gedaan wordt. Of zonder dat je gezin daarmee te lijden heeft. Dan zou het makkelijke risico's nemen zijn. Maar iedere euro die ik weg zou nemen, ja, zou een euro zijn die ik niet uit kan geven aan mijn gezin. Ja. Ja? Dat is hetzelfde eigenlijk. En misschien dat het helemaal niet zo leuk is om daarover te praten, maar ik heb heel veel dingen gedaan voor niks, voor het goede doel en bla 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 bla. Toen op een gegeven moment echt de verantwoording geroepen werd thuis, van ik vind het allemaal hartstikke leuk en aardig, joh. Ja, maar je doet misschien wel 4, misschien wel 5 benefiets per maand. Ja, het gaat op een gegeven moment nergens meer over. Je rijdt overal naar Den Haag en naar het noorden van het land en naar Doetinchem en bla 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 bla. Maar er komt niks tegenover. En ja, die auto rijdt niet op water. Die moet gewoon mee getankt worden. En het is hartstikke mooi dat jij je inzet voor een goed doel. Maar het gaat wel ten koste van onze rekening en van onze huishoudpot. Moet je er niet op bijleggen, sowieso. Ja, streep eronder. Klein. Ja. Ik heb het laatst gehad met de zanger. Heel vervelend. Kan je niet betalen. Oké, prima. Volgende dag staat er een andere presentator. Dan word ik dus echt boos. Ja. Heb je zoiets van... Gebeurt het veel? Nee, gelukkig niet. Het is weer één keer in de zoveel tijd. Ja, ik heb het een paar jaar geleden meegemaakt en nu heb ik toevallig weer meegemaakt. Maar ik heb ook zangers erbij die zeggen van, joh Ben, wil je bij mij komen presenteren? Maar ik heb gewoon het geld niet. Ik kan je wel een bepaalde onkostenvergoeding geven, ja, maar ik kan je niet het volledige bedrag geven. En dan hangt er ook weer vanaf wie ik tegenover me heb staan. En dan doe ik het met liefde en plezier. Ja. Het hoeft niet alles hoeft om geld te draaien. En ik ben natuurlijk ook zakelijk een complete nitwit ook, laten we eerlijk zijn. Ja, want als iemand tegen mij zegt van wat moet die opkomsttune kosten, stuur me een tekst en maak ik dat wel in orde voor je. Ja? Nou, Charles die is nou zover dat hij dus echt begint te schoppen, want Charles doet dan de techniek. Ja. Hij begint dus echt gewoon te schoppen van Ben je wat dat betreft eigenlijk helemaal niet zo commercieel dan? Ben je gek? Nee. Ben je gek? Gewoon niet zakelijk. Wel commercieel, maar niet zakelijk. Ja, ik weet je wat het is? Ik wil veel te graag leuk en lief gevonden worden. Ja? En als je dat wil, dan moet je kiezen of commercieel zakelijk. Nee, nou ja, goed, maar dan moet je 57 voor worden om daarachter te kunnen komen. Ja. Ze zeggen wel eens verstand komt met de jaren. Ja, maar dat heb ik nog lang te gaan. Ja, dat is bij mij echt zo. Absoluut, dat is bij mij gewoon echt zo. Ik heb echt de duvel in de wereld voor niets gedaan. Ja, Benny deed het wel. En om maar leuk en aardig gevonden te worden. En ik ben op het punt aangekomen dat ik denk van nou, dat vinden ze me maar niet zo aardig. Ja. Kan je wel met kritiek omgaan dan? Als je altijd gewend bent om leuk gevonden te worden? Ja, mits gefundeerd. Jij zegt van Ben, ik vind jou een lul. Nou, oké, prima Remco, maar ik wil wel graag weten waarom je me een lul vindt. Waarom? Dat kan ik toch gewoon vinden? Ja, nee, maar goed. Kan toch een ander bloedsoort zijn? Ja, maar als je dat als antwoord geeft, ander bloedsoort, ja, dan heb ik zoiets. Nou, oké. Okay, Amsterdam, die hier een beetje loopt de zever in Brabant. Ja, nee. Als dat kan ik het terug naar de Jordaan, jongen? Ja, nee. Maar dat kan ik nog hebben. Ja. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar mensen die op een gegeven moment gewoon, ja, nee. Je bent een lul, ja, waarom je een lul bent? Ja, nee, maar vertel me nou waarom ik een lul ben. Ja. Omdat ik je een lul vind. Ja, dag. Joh, ga lekker uitlopen huilen bij je moeder. Zo, die moet erop, van mij er niet meer lastig. Dan vind je me maar een lul, dag. Ja. Dus dan kan je verder ook niet echt schelen. Nee, het is helemaal geen zak. Nee. Ze hoeven niet van me te eten, dus dan vinden ze me maar een lul. Ja. Nee. Heb jij een groot ego? Ja. Ja? Ja. Daar sta ik 's ochtends mee op en dan ga ik mee naar bed.
En als ik dat als ballast aan mijn kont heb hangen, kom ik nooit meer vooruit. Ja, je steekt er de draak mee, maar het is serieus vraag. Ja, nee, maar ik heb een verschrikkelijk groot ego. Maar het is erg om dat over jezelf te zeggen. Ja. Ja, en ik ben hier ook ingestapt in bed om zo eerlijk mogelijk, of althans, ja, ja, heel eerlijk jouw vragen te beantwoorden. Ja. Ja, en ja. Je mag liegen hoor, dat maakt niet uit. Nee, ik val jezelf door de mand. Ik heb zelf een bloedhekel aan als mensen op een gegeven moment tegen mij liegen. Dus ja, waarom zou ik liegen? Ja, ik heb een heel groot ego. En het streelt me ook als mensen tevreden over me zijn. Het streelt me ook als ik iets goeds heb gedaan. Ja, het streelt me ook als ik een goede presentatie heb weggezet. Of een lekker programma. Als ik thuis kom en ik krijg dan. Ik loop 's middags de Waalwijk heen. Een leuk programma, François. Dat streelt me dat. Dat, nou, dat vind ik leuk. Heb je ook nodig. Ja, geloof het wel. Ja, ik geloof inderdaad dat ik al verslaafd aan aandacht, is het dan? Ja, exhibitionistisch. Ja. Ja, gewoon echt, net zoals iedere artiest, net zoals iedere... Als je jezelf zou mogen aankondigen, hoe zou je jezelf aankondigen? Pjoe! Oh, dat is een vraag, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik heb voor iedereen een aankondiging. Hoe zou je mij aankondigen? Dames en heren, de man die u ongetwijfeld kent van het bedprogramma van TV73. De man die al zoveel bekende Nederlanders naast hem heeft gehad. Een man die je absoluut niet moet uitvlakken op TV73. Mag ik van u een heel groot applaus hier is, Remco. Leuk. Ja, ik sta er altijd wel van te kijken, maar die cd-presentatie, dan zie ik je nog niet en dan hoor ik zo de volgende artiest. En denk, oh jee, wie gaat er nu komen? En jij kondigt ze aan van, heeft al heel wat hits op haar naam staan. Ja. En denk, nou, wie gaan we nu krijgen? Dat vind ik leuk. Weet je wat, het is veel. Jij behandelt een lokale, regionale artiest, kondig jij aan alsof het iemand van wereldformaat is. En dat vind ik echt de kunst. Ja, maar... Om dan toch dat ego even te strelen. Dank je. Drink wat van me. Nee, maar... Het is zo makkelijk om gewoon te zeggen, dames en heren, Wiljan Burg. Ja. Ja, wat ik overigens een absolute topper vind. Mm-hmm. Ja. Het is veel leuker om daar wat kleur aan te geven, wat show aan te geven. Dames en heren, de man die zijn gitaar... Ja, groot maakte hier in Den Bosch en naast de omgeving. De man die als een olievlek Nederland langzaam probeert te veroveren. De man die een dijk van een cd heeft uitgebracht. Maar ook de man die vader is van 3 fantastische dochters. Dames en heren, live op het podium voor u, Wiljan Burg. Ja, en zijn dat dingen die ook spontaan ontstaan die je dan zegt? Of denk je daar echt over na? Nee, ik bereid niets voor. Als ik een artiest niet ken, dan lees ik me in. Ja. Ja, dan ga ik naar zijn website en dan lees ik wel zijn biografie en dan wat ze maken. Nou staat Zanger Pietje. Zanger Pietje, is begonnen in 2008 en heeft 2 hits op zijn naam staan die nooit aangeslagen zijn. Maar er staat bijna geen informatie. Okay. Dus ga je dan gewoon hem aankondigen van, nou, jullie moeten eens even luisteren allemaal, want hier komt Pietje. Ja, die kent nog niemand, maar die gaat het helemaal maken. Nee, ik denk dat ik er zoiets van zou maken van, dames en heren, het is een ruwe diamant. Ja. Ja. Er moet hier en daar nog wat aangeschaafd worden. Ja. Ja. De eerste 2 singles heeft hij al op zijn naam staan. Ja. Ja. Dat het geflopt is, hoeven de mensen helemaal niet te weten. Nee, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is helemaal niet belangrijk. Ja. De eerste 2 singles heeft hij al op zijn naam staan. Hij is bezig met zijn 3e single. Ja. Ja. En ik weet zeker dat u hem vanavond ook in uw hart gaat sluiten. Ja. Geeft u hem een heel groot applaus, dames en heren. Hier staat voor u Pietje. Ja. Ja, ik vind het fantastisch. Hey Ben, we zitten er alweer doorheen. We gaan slapen. Ja, heerlijk. Dat doen we altijd. Ja, gaan we lepeltje? Als jij dat wil. Ik vind het zalig. Ik pak even een glas water. Ik stel zo ga je gooien? Nee. Ik stel voor dat jij afscheid neemt van de kijkers. Want jij bent ook presentator. Dus indirect ook wel een collega van mij. Alleen dan meer. Nou, ik vind dat je het waanzinnig goed doet. Dank je wel. En ik bij deze de uitnodiging om een keer zaterdagochtend terug te komen bij mij in mijn programma. Dat is goed. Ja, omdat ik dan dolgraag jou wil interviewen hoe dit programma weer tot stand is gekomen. Lijkt me geweldig. Dat is goed. Daar schud ik de hand op. Helemaal goed, dank je wel. Ik kom in jouw programma. Dat is jouw camera. Jij mag afscheid nemen van de mens in Batman. Vertel er wel even bij dat ze naar Rijnstraat 429 moeten... mochten zij dit bed willen aanschaffen. Oké. Okay. Dames en heren, als u zo'n fantastisch bed wilt... Ja, zoals Remco en ik hier liggen... Ja, met een keurig netjes... Wat is het? Een vloers?
velletje. Maak er maar wat van. Ja, dat moet u zijn in de Rijnstraat, hier in Den Bosch. Want daar verkopen ze alle bedden, alle dekbed overtrekken en noem maar op. Remco krijgt u er niet bij, want die blijft gewoon in bed met presenteren. Ik heb het met een hele hoop plezier gedaan met Remco samen hier op TV 73. Ik hoop dat u de uitzending leuk gevonden hebt. Ik heb ervan genoten. Tot de volgende keer. Ik zeg weltrusten. Weltrusten, Remco. Ik ga de productie vragen om het zogenaamde kunstlicht zeg maar even uit te doen. Vind je het erg als ik duim? Ja, jij mag gewoon duimen. Die afstandsbediening die op de grond ligt, daar kan je het mee uitdoen. Nee, want dan ga ik dromen. Naar beneden. Dat is voor, nee, want ik heb een slaap op neu. Oké. En dan, want mijn apneu ben ik vergeten mee te nemen, dus dat ligt nog thuis. Misschien klet. Vandaar mijn duim. Doe jij het nachtlampje uit? Ik doe het, maar is het maar. Ben je toch een vervelend mens? Loop er even om. Je ligt eigenlijk gewoon nou recht op een zweetvlek van Lex. Nou, zolang het bij een zweetpunt van Lex. Wil je deze uitzending terug bekijken? Bekijk het terug op www.tv73.tv/gemist. In Bed Met wordt mede mogelijk gemaakt door Kings and Queens Bed Collection. Rijnstraat 429, Den Bosch.